En voor de rest van alles samen. Het enige wat ik dus nog moet weten is, gaat dit apparaat nou nog automatisch of niet? En zeg nou zelf, dit ziet er toch uit als een geoliede machine. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk alvast even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer en welkom. Dankjewel natuurlijk wederom voor de tips. Ik kan het volgens mij gewoon blijven zeggen, want ja, het is ook gewoon echt zo. Er zijn in ieder geval heel veel tips achtergelaten over de mining gebeuren. Of iets van de mining, het zeef gebeuren. Met name dat, ja, hij kan automatisch met hoppers. En in ieder geval, daar gaan we hier vandaag mee bezig. Ook dat we hem sneller kunnen maken met juice. Dus als we dat poppetje juice gaan geven, wat dan ook. Want die staat Duffy, je kan aan autosheave ook sapjes geven. Hierdoor werkt hij sneller. Dit doe je door de rechtermuis op met een sapje op de sheave te klikken. Dat is natuurlijk ook nog wel iets om even inderdaad naar te gaan kijken. Want hé, als hij sneller bezig gaat, dan kan ik ondertussen ook gewoon bezig. Dat is ook achtergelaten door Tigo. Guido, maak een automatische hamer. Als je die vol staat met cobblestone, maakt het apparaat automatisch gravel. Je kan het gewoon met een hopper er tegenaan zetten en er bovenop. Dus kortom, ik kan gewoon eigenlijk alles met een hopper laten aanvullen en afvullen heel de tijd. Geldt dus ook voor de autosheave wat ik in de reacties heb gezien. Dus daar gaan we in ieder geval vandaag even mee bezig om dat voor elkaar te boksen. En wat hij ook overigens zei was, Duffy, je hoeft geen charcoal te maken. Ik heb het ook gedaan met een diamond mesh en er komt meer dan genoeg kool bezig om de boel te blijven bekostigen. Met dat allemaal gezegd hebben, gaan we dus daar vandaag eens eventjes mee bezig. En wat we dus gaan doen is, we gaan dit eerst even allemaal weghalen. En dan hoor ik je denken, oh nee Duffy, waarom? Ik hoop overigens dat goed gaat. Nou, dat moeten wij dus doen, omdat wij uiteindelijk dus nog hoppers erbij moeten gaan plaatsen. En daarvoor moet even iets hoger gaan staan, want anders hebben we dadelijk ja, alles, hoe zal ik het zeggen, ja, nou ja, gewoon niet goed, om zo maar te zeggen. Want dan moet ik hier een gat in de grond maken, wat eigenlijk die kist door komt te staan en shit. Dus ja, maar kan ik hem eigenlijk gewoon weghalen? Ja, dat kan gewoon. Nou, toppie, dat is fijn. Dit ding kan ook, neem ik aan, gewoon meenemen. Ja, toppie. Het was wel even een tricky dingetje natuurlijk om dit zomaar weg te halen. Maar ik had zoiets van, I believe. Ik heb vertrouwen. Goed. Wat wij dan nu moeten gaan doen, wij moeten eventjes ervoor gaan zorgen dat wij dus nu hoppers en alles hebben. Hopper. Oké, die maak je dus nog gewoon steeds op de old school manier, maar je kan hem hier dus ook gewoon met hout wat nog maken. Nou goed, we pakken eerst eventjes wat iron erbij. We hebben redelijk wat, gelukkig maar. En dan moeten wij dus ook even kisten hebben. Ik weet overigens niet hoeveel hoppers ik moet maken, dus we pakken even wat hout extra erbij, want dat moet sowieso wel. Wat ik zei, ik weet dus niet hoeveel ik moet maken. Sowieso moet ik één, nee, ik denk dat ik trouwens vier moet maken. En dan met name voor, om zo maar te zeggen, twee inputs, twee outputs. Ik heb natuurlijk, wat wil ik nou zeggen? Nou ja, in ieder geval waarom ik er vier nodig heb is natuurlijk, ik moet zowel gravel aanvullen als dat ik natuurlijk ook eraf moet, spline moet afpompen. En dat geldt natuurlijk ook met het cobblestone om natuurlijk uiteindelijk gravel te maken. Wat is dit dan? Een mini chest. Oh, nog nooit gezien. Goed, maakt helemaal niet uit. Maar heb ik er uiteindelijk drie gemaakt? Nee, ik moet er dus vier maken. Zo. Oké. Deze komt dan sowieso dus, ga ik het overigens hier doen? Ik zou het ook even ergens anders kunnen neerzetten. Maar dat is nu puur dat die bomen hier staan. Goed, dit ding kunnen we dus nu gewoon, oké, we nemen doen hem wel even ergens anders. Ik spreek mezelf tegen, kappa. Iemand zei trouwens ook, want daar moet ze ook even naartoe. Die zei, Duffy, maak een dirt kip. En nu had ik zoiets van, wait, what, een dirt kip? Dus dan wil ik wel eventjes, dirt. Is er überhaupt een dirt kip? Nee, er is helemaal geen eens een dirt kip. Oh. Nou, bedankt voor de meme. Bedankt voor de meme hoor, om dat soort dingen te zeggen. Goed, maakt helemaal niet uit. Maar dan denk ik ondertussen hier, ja, dit ding haal ik ook maar even weg. Want leuk dat het er staat, maar dat boeit nu even niet. Zo, ik kan het ding ook gewoon weghalen hiermee. Ja, dat kan, het gaat wel heel langzaam. Maar we zijn nu toch al over de helft, dus we gaan er gewoon mee door. Hoppatee. We gaan denk ik gewoon even hier onze autosheave in dit geval nu neerzetten. Maakt me natuurlijk niet heel veel uit waar we dat doen, maar ik zet hem gewoon even hier nu neer. Goed, dan hebben we dus een kist hebben we natuurlijk nodig. Daar komt dan natuurlijk een hopper op te staan. Goed, op die hopper moeten wij dus uiteindelijk dan onze autosheave zetten, right? Zo van, hoppatee. Want als hij dan bezig gaat, dan, hé, we hebben nu een andere skin. Ah, oh, wat cute. Goed, dat hebben we in ieder geval daar staan. Dan komt dus onze coal generator, komt dus letterlijk daarnaast te staan. Dan moet ik wel even zitten omhoog bouwen zo. Dan moeten wij dus dat dingetje daarop zetten, die daarop zetten. Dan doen we dit zo. Dan kunnen we dus hier nu wat coal indouwen. There we go. Dan wordt dit ding opgeladen. Dan douwen we hier onze diamond mesh in. En doen we dit vast hierin. Right, well, dan gaat dit vast door en dan ga ik ook meteen natuurlijk kijken van, gaat dit nou meteen naar beneden toe? Dat is natuurlijk ook de vraag, komt er meteen zo meteen hierin te zitten? Het antwoord erop is... Er kwam niks uit. Wait, what? Waar de fuck gaan mijn supplies heen? Wacht eventjes. Wait, what?
Waar de hel gaan mijn supplies heen? Wacht eventjes. Hè? Ik zie hem oprecht mijn supplies niet. Is dit gebeurd of wat dan ook? Ik krijg gewoon echt niks eruit of iets? Jawel, kijk, hier komt wel gewoon gold piece in. Oh, ik heb het nu wel in één keer in mijn inf. Nee, wacht, dit had ik al in mijn inf. Hè? Maar nu komt het hier wel in. Misschien moet ik gewoon geduld hebben. Misschien is dat het. Misschien moet ik meer geduld hebben. Maar dat heb ik. Weet je, we laten dit eerst eventjes zo doen. Ondertussen deze ook daar. En douwen we dit eventjes hierin. Ik weet niet of het gaat. Vult dit ook aan op deze manier? Ja, dat vult dan ook weer aan op die manier. Goed, dat kunnen we dan doen. Dat betekent dus. We kunnen hier bovenop. Want we zijn nu even allemaal heel raar wat we aan het maken. Maar goed, ik snap. Zolang ik maar snap wat ik aan het doen ben. Dan kunnen we dus hier nu bovenop een dubbelkist zetten. Die kunnen we uiteindelijk dus gaan vullen met gravel. En vanuit daar weer doorgaan. En als we nu natuurlijk uiteindelijk een autohammer hebben. Dan kunnen we die natuurlijk dus ook allemaal weer gebruiken. Om dus allemaal gravel te maken. En op die manier gewoon alles continu te doen. In ieder geval in mijn hoofd heb ik het allemaal goed zitten qua wat ik moet gaan doen. Dus voor de mensen die van Duffy, ik snap het niet. Gewoon lekker blijven kijken en alles komt helemaal goed. Deze flikkeren we daar. Deze doen we eraan vast. Hoppatee. Toppie. Want dit blijft dus daar doorvullen. Gaat dit ondertussen vol? Ja, er komen wel supplies in. Maar ik heb het gevoel dat ik hier veel minder items door krijg. Want als ik dit dus zo heb. Ik heb dus nu het gevoel dat hier dus nu veel meer items inkomen dan dat het werkelijk waar is. Of het kan ook aan mij liggen, maar voor mijn gevoel komt hier gewoon veel minder in nu. Maar dat zou wel aan mij liggen dan. Dat het gewoon waarschijnlijk gewoon bullshit is en dat het gewoon even goed werkt. Alleen dat ik dacht dat er veel meer in zou komen of iets. Ja, er komt gewoon soms gewoon echt niks in. Kan dat? Kan je soms van een chief niks krijgen als je aan het zeven bent? Wait, what? Mesh? Waarschijnlijk zou dat dan wel kunnen. Oh, misschien moet ik dan even iron ore... piece. Dan doen we even hierop. Je hebt natuurlijk. Ja, oké. Okay, je hebt hier één keer drop. Heb je 20% kans in met dit. Wacht even. Als we dus nu een diamond hebben. Wat hebben we hier? Oh, wacht. Dan moet natuurlijk de. Is dat dan al een heavy? Is dat al een heavy? Ik weet het. Ik weet. Nou goed, maakt het zich helemaal niet uit. Dit is in ieder geval de string mesh. Hier heb je alweer een 22% kans. Met een iron mesh heb je dus 24% kans. En met. Oké. Okay, dus er zit daar wel daadwerkelijk dan, I guess, een verschil in qua hoe grote kansen je dus alles gaat krijgen. Oh, maar dit komt dus in de... Oké, okay. Mensen, we doen even bij de kleren ondertussen. Ik vertrouw er gewoon op dat dit allemaal goed gaat komen. Klaar, ik vertrouw er gewoon op en dit wordt ondertussen gewoon afgevoerd hier naartoe. Ik heb zoiets van, het zal hoogstwaarschijnlijk gewoon allemaal kloppen. Ik bedoel, waarom zou dit allemaal niet kloppen als je dit zo ziet? Ik bedoel, ja, goed. Ik ben gewoon een beetje argwanend erover dat betreft. Maar maakt helemaal niet uit. Je ziet ook inmiddels ons kool wat we natuurlijk allemaal krijgen. We douwen gewoon even hele stack zo erin. Want het gaat toch continu uiteindelijk door. Het enige wat we nou over moeten doen is natuurlijk zorgen dat we meer gravel gaan hebben. En we moeten dan dus nu natuurlijk uiteindelijk de sapjes op gaan doen. Doordat deze sneller gaat. Dus door gewoon... Oh, dit is het snelste wat hij kan dan ofzo? Of wat? Oh, nou, het gaat er wel een stuk sneller inderdaad. Oké, toppie. Dat is hier ook gedaan. Dan moeten wij dus nu, een automatische hammer gaan maken. Hammer... Ah, we hebben hier compressed en we hebben een gewone, oké. Okay. En dat maken we dus met weight pressure, oké, okay, die maak je gewoon daarmee, oké, okay, met iron en een diamond hammer. Oké, okay. Goed, dat is op zich ook nog wel te doen voor ons om te maken, denk ik dan. Jawel, dat is wat te maken. Dit maken we dus 1 en dan doen we er zo, 2 hebben we ervan nodig, oké. Okay. Dan moeten we dus nu even een diamond hamer gaan maken. Laat ik hier nou net ergens, hier, hoppatee, diamonds in hebben zitten, dankjewel. Dan gaan wij eventjes snel nieuwe sticks erbij bouwen. Zo. En dan hebben we dus nu een diamond hamer. Oké. Okay. En dan moeten we dus nu dit ding in elkaar zien te knutselen. Autohammer. There we go. En dan eigenlijk wat ik moet doen. Is eigenlijk dit nog een stuk verder bouwen. Wij moeten dus eigenlijk hier nu gewoon wacht, zou dit ook power nodig hebben? Waarschijnlijk wel, hè. Kan ik dan vanaf... Kan ik als ik... We gaan erachter komen, mensen. Als ik hier als ik dit ding hier opzet. Right? En ik doe deze hier erop. Kan ik dan... You cannot attach the wire to the same point. You cannot attach the wire here. Die kan ik dus niet daaraan attachen. Kan ik dit ding hier ook bijvoorbeeld daar nog aan zetten zo? En dan gewoon dit ding zo van daaraan? Oké, wacht eventjes. Dit moeten we dus even anders gaan doen. Gelukkig kunnen we natuurlijk wel gewoon de boel slopen. Even kijken hoor. Als we dus nu dan zeg maar dit ding bewijzen van hier zouden zetten. Dat kan wel, right? En als ik dan dit ding hier zou zetten, zo. Dat kan ook weer niet. Oh my god, dan ben ik allemaal aan het klooien. Of ik zet gewoon 2 van die dingen neer. Want ik denk namelijk, ja, laat ik zo zeggen, ik denk ook dat je er stroom voor nodig hebt. Ik weet het niet eens zeker. Maar aan de andere kant, als ik hem nou gewoon netjes aan deze kant zou zetten. Zo. En ik zet hier die dingen op. Let op, wedden, dit gaat dadelijk wel werken.
You cannot attach a wire on here. Waarom kan ik niet hier een wire opzetten? Like, wat is daar nou weer niet mogelijk aan? Dat je niet gewoon eventjes twee wires erop kan aansluiten. Ik snap het oprecht niet waarom dat niet zou kunnen. Maar het zou wel aan mij liggen. Dat raar is of zo, dat ik dat niet snap. Maar ja, nee, ik vind het in ieder geval raar. We doen het maar even zo. Doen we zo. En dan doen we deze hier. En nu gaat het er allemaal heel raar uit, mensen zijn ook. Maar ik ben ook maar gewoon dingen aan het proberen natuurlijk. Want ik neem aan... Ja, kijk, ik zie dat er ook gewoon power nodig. Doen we die daarop, I guess. En dan zo. Zo, ja, oké, hij heeft nu inderdaad wel power. Dan moeten we hier dus blijkbaar wel twee hamers in douwen. Het gaat even allemaal anders dan dat ik had gehoopt en gepland. Want ik had natuurlijk gewild dat het allemaal automatisch bij elkaar ging. Maar daarvoor zou ik eigenlijk dit even andersom moeten gaan zetten. En fuck it, ik ga wel gewoon af en toe gewoon even de boel... Nee, hier ben ik ook helemaal niet tevreden mee, klaar. Als ik niet tevreden mee ben, doe het ook gewoon niet, klaar. We gaan het gewoon veranderen. Ik wil gewoon dat ik hier automatisch gravel in douw, zodat dit allemaal automatisch doorgaat. Dus we gaan er ook gewoon zorgen ook dat het automatisch gaat, klaar. En om dat automatisch te kunnen laten gaan, moeten wij dus deze hier aan de achterkant gewoon zetten. Nee, dat is dit ding. Zetten we gewoon hier aan de achterkant neer. Dan doen we eventjes één houtblonk hier ertussen. En dan komt hier dus mijn automatische hammer ding geval. Zo. Dan halen we deze, dit houten blokje halen we dan weg. Check. En dan kunnen we dus nu als het goed is wel dit ding hier opzetten. En dan kunnen we dit gewoon connecten met die. Right? Ja, oké. Okay. Dan heeft deze power. En deze heeft ook nog steeds power. Toppie. Dan gaat deze in ieder geval bezig. Kan deze dus gaan hameren. Deze kunnen we dus laten aanvullen vanaf hier, I guess. Kan dat? Ja, dat kan denk ik wel. Die kunnen in ieder geval helemaal... Oh, we moeten trouwens ook even gaan slapen. Ja, ik ben zo lekker aan de knutselen wat dat betreft. Vandaag gewoon een lekker een knutselaflevering, mensen. Ja. Wil ik heel veel testen als ik wat cobblestone pak. Als het maar drie stacks. Dat flikker ik hierin. Of dat dan in ieder geval hierin gaat. Ja, en het gaat ook, het gaat ook meteen bezig. Oké, toppie. Dat is nice. Dan komt er inderdaad dat alvast eruit. En wat we dan maar gewoon gaan doen, mensen, is... ja. Kijk, het omhoog werken ervan, dat is natuurlijk altijd lastig. Dus op zich, als ik dit hier ga aanpassen op een bepaalde manier, dat ik uiteindelijk het kan veranderen. Dan kan ik misschien nog iets ik weet nog niet hoe, maar ik ga in ieder geval mijn best om hier iets op te bedenken. En natuurlijk, mensen, is een hele makkelijke manier door een extra generator pakken of de boel anders neer te zetten, zo allemaal. I know, maar fuck it. Goed. Wat wij namelijk nu gewoon gaan doen, mensen, is... We gaan het... Nee, ik wil hem eigenlijk andersom hebben. Ik wil je eigenlijk op die hebben aangesloten. Maar dan gaat het weer regenen. Echt, het regent hier echt vaak in mijn wereld. Jammer genoeg dat dit niet werkt. Dus dat ik niet vanuit dit hier op deze manier eruit kan halen. Het kan echt alleen maar via de onderkant. Dat vind ik wel jammer op zich. Want dat betekent dus hij kan dus alleen maar zo. En dan moet ik hier dus eigenlijk een kist onder flikkeren. Waar dus uiteindelijk dan dus de gravel in gaat. En dat is natuurlijk wel zuur. Want ik had natuurlijk het liefst gezien dat ik het gewoon automatisch ook hierin kon laten lopen. Maar goed... Weet je, dat is nu in dit geval niet zo. En daarvoor zou ik hem anders moeten gaan maken. Ik weet het, mensen. Maar het zij zo. We doen het gewoon eerst even lekker zo. Fuck it. Ik ga er ook niet eens moeilijk over doen. Uiteindelijk, als ik natuurlijk gewoon dubbelkist ervoor heb met alles erop en eraan. Who the hell cares about hoe het eruit ziet, zolang het maar werkt. En dat is natuurlijk in dat geval dan ook belangrijk. Maar wat ik zeg, ik had natuurlijk liever gehad dat ik dit allemaal voor had gedaan. Ik weet wel dat jou ook sneller moet. Of zit er geen poppetje in? Er zit geen poppetje in. Oh, wacht. Die kan in ieder geval niet. Maar ik weet niet, als ik hier dus nu nog een hamer of zo in, dan gaat het dan nog sneller? Misschien als ik daar gewoon een hele hamer in douw. Ik heb werkelijk maar geen idee of het kan. Maar ik zie in ieder geval dat daar een spot is. Dus ja, waarom niet? En die hamer zou ik anders zelf ook nog wel gaan gebruiken. Mag dit hierin? Nee. Stroomwise loopt deze niet helemaal vol. Deze voor de rest ook niet. Maar dat komt waarschijnlijk omdat dit ding gewoon meteen alles afslaat. Oké, maar goed. Het werkt dus wel. Top. Oké, nice. Nou, dit gaat ondertussen dus allemaal lekker door. Dit moeten we gewoon een aantal keren natuurlijk bij gaan vullen. Maar uiteindelijk, als je bedenkt dat alles uiteindelijk helemaal voor gaat zitten, dan maakt het op zich niet heel veel uit. Ik denk dat wij in het begin ook... ja, ik weet niet hoe dit sneller gaat, mensen. Als iemand me dat kan achterlaten, hoe dit sneller kan, hoe we dus hier meer cobblestone per minuut uit kunnen gaan krijgen, dan zou dat heel fijn zijn. Want ik denk wel dat dat moet kunnen. Misschien als we die engineers hamer of zoiets, of de engine hamer erin flikkeren, dat het dan sneller gaat. Ik denk het niet, hoor, maar... You never know. Nee, die kan er ook niet in. Misschien moeten er de diamond hamers in. Zou ook nog kunnen, maar ik vind het een beetje zonde om te doen. Want ik heb natuurlijk niet oneindig veel diamonds. En wat ik ook al wel zie, mensen, is... We gaan dit denk ik anders doen. We gaan dit inderdaad anders doen. We gaan namelijk... Dit apparaat, een coal generator, gaan we nog een keer maken. Ik ben hier absoluut niet tevreden mee. We gaan dit gewoon doen.
Want, nee, ik vind dit niet Gucci. Nee, we gaan een tweede maken. Klaar. Ik ben er klaar mee, ik weet 100% zeker. We gaan een tweede maken. Dit kan niet zo. Dit is gewoon niet chill. Dit is niet goed. Ik ben hier niet tevreden mee. We gaan het gewoon veranderen. Dit is gewoon totaal niet hoe ik het wil hebben. Klaar. En als je het niet wil, dan moet je het ook gewoon niet doen. Dus we gaan het ook nu gewoon veranderen, ook, dat we het gewoon goed kunnen hebben. Want dit is gewoon niet chill. Klaar, ik heb liever dat ik twee keer kool moet gebruiken dan één ervoor. Het is uiteindelijk toch allemaal rendement wat we eruit gaan krijgen. Dus fuck it. We gaan het anders doen. Dit is hier wel super chill natuurlijk, dat dit al wel werkt. Dat hier natuurlijk allemaal automatisch de boel naar binnen komt. Allemaal hartstikke blij mee. Maar nee, we moeten gewoon de boel anders maken. Dit is gewoon not a bueno. Even kijken, we hebben daar dus nodig voor dit. Dat hebben we allemaal. Check. Oké, dan hebben we hiervoor nodig kool en dit is gewoon een cobblestone. Maar we hebben geen gewoon cobblestone ervoor nodig. Nee, we hebben dit ervoor nodig. Oké, go. We hebben geen kool in ons infje A vandaag. Oké, kool. Oh, nee, niet lapis lazuli. Kool. Die hebben we nodig. Bam. Oké, die hebben we ook. Check. Terwijl we wederom een achievement coal generator krijgen, wat ik overigens knap vind. Goed, nu we dit alweer hebben, mensen, kunnen we dus nu er alweer druk mee bezig gaan om de boel dus wel te maken hoe ik het wil. We pakken even dit daarvoor erbij. Zo. En we gaan hier eens even naartoe. Goed, ik wil dus uiteindelijk dat ik dus hier een hopper op aansluit, waar dus uiteindelijk dus al mijn gravel in komt. Right? Dus, wat wij gaan doen is als volgt. Hier bovenop moet onze autohammer staan. Die moet hierop staan. Klaar, dat is gewoon geen andere optie. Dan doen we dus onze kool gebeuren. Flikkeren we dus hiernaast. Waardoor we die daarop kunnen zetten. Die flikkeren we daarop. Kunnen we die daarop aansluiten. Check. Dan kunnen we dus hier echt 100 miljoen kilo kool bewijs van indouwen. En dan kan hier dus ondertussen natuurlijk gewoon allemaal cobblestone in. Check. Maar omdat dit natuurlijk ook vol moet worden geladen continu met cobblestone, zetten we deze daar neer. Met een freaking dubbelkist erop. Zo. En dit ding kunnen we gewoon helemaal volstouwen. Die niet. Oh nee. Die kunnen we gewoon even helemaal volstouwen ermee. En dan komt het in ieder geval helemaal goed. En wat hier verder in zit, is deze moet er gewoon uit. There we go. Zo. En dan komt dus uiteindelijk al het cobblestone automatisch in ieder geval hierin. En dat gaat in ieder geval allemaal dan door. Dat gaat natuurlijk nu nog wel langzaam, want ja, oké, dat duurt gewoon nog eventjes. Maar het gaat tenminste. Kijk, dat gaat tenminste ook weer snel. Je wordt ondertussen dus ook verwerkt. Alleen ik weet dus nog niet hoe dit ding sneller gaat. En ik denk dat ik het op deze manier gewoon decent heb gefixt. Ik zie in ieder geval ook al heel veel kool inderdaad. Dus dit kan allemaal gewoon daar. Weet je, het wel gewoon allemaal daar erin. Dit hebben we in ieder geval nu allemaal gefixt. Ja, het ziet er misschien nu allemaal een beetje raar uit. Maar het werkt nu wel. Dat is natuurlijk het belangrijkste in dit geval. En wat we dus nu gewoon kunnen doen is, we hoeven alleen maar te zorgen dat we die bovenste kist blijven vullen met cobblestone. Hoe we dat gaan doen is natuurlijk ook vrij simpel. We pakken natuurlijk uiteindelijk onze cobblestone generator. En die flikken gewoon er bovenop. Dus wat we dus doen is, je pakt gewoon dit ding zo, hoppatee. Komt hij maar hier. En je klimt gewoon één keer naar boven toe. Je duwt een cobblestone generator er bovenop. En je bent gewoon helemaal klaar, mensen. Het is gewoon hoppatee. Dit ding produceert nu toch wel. De kist kan nu niet open, dus zou dat dan wel produceren? Ik weet het niet. Misschien zetten we hem even andersom neer. Dus doordat we hem dus aan de onderkant er nog aanflikken of aan de zijkant zo, hoppatee. We halen heel even nu deze hoppen weg, omdat ik heel veel wil kijken of het echt daadwerkelijk werkt. Ga je nou produceren of niet? Meneer de fucking generator. Kunnen we dat cobblestone pakken, ja? Waarom ga je nou fucking moeilijk lopen doen? Ik niet begrijp. Misschien moet hij aan de onderkant staan. Ik heb werkelijk maar geen idee waarom hij nou moeilijk loopt te doen. Erg waar. Waarom werk je nou weer niet gewoon? Waarom? Zit er wel cobblestone in? Ja, dat dan weer wel. Deze aan de onderkant zetten dan? Werkt hij dan wel? Ja, dan werkt hij wel. Oké, goed. Dan komt er in ieder geval cobblestone in. Dan sluiten we nu deze hierop aan. En dan gaat dat in ieder geval nu allemaal door. Goed mensen, we hebben dus nu uiteindelijk gefixt dat alles in één keer doorgaat door hier naartoe te gaan. Uiteindelijk zal deze kist, ik weet niet, misschien volkomen te zijn waardoor dit allemaal uiteindelijk vol zit. Gaat natuurlijk wel even duren. Maar we hebben het gefixt, een wat langere aflevering. We hoeven nu maar één ding te doen mensen. En dat is af en toe deze kist te legen. Af en toe een beetje kool bij te vullen bij deze dingen. En voor de rest van alles samen. Het enige wat ik dus nog moet weten is, gaat dit apparaat nou nog automatisch of niet? En zeg nou zelf, dit ziet er toch uit als een geoliede machine. Wauw. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, abonneer en welkom. En mensen, tot morgen.